in Lawrence Jewelry, representing Belgium, number one at the World Jewelry Ranking, Matthias Kassel. Voor de allereerste keer is een Belgische man wereldkampioen judo. Matthias Kassel versloeg in de finale van het WK judo in Budapest deze judoka uit Georgië. Dat deed hij met een ippon. Dat is de hoogst mogelijke score in judo. Matthias is dolblij met zijn overwinning. Ik had al een keer een zilveren medaille op het wereldkampioenschap. Ik was al een keer Europees kampioen geweest, maar dat goud, die wereldtitel, is een ongelooflijk gevoel. En iets waar ik al heel lang voor getraind. En dat zet me een stapje dichter bij de Olympische Spelen, waar ik ook voor de gouden medaille zal gaan. De kersverse wereldkampioen is 24 jaar. Hij komt uit een sportieve familie. Hij heeft 3 broers. Zijn broer Jeroen is ook een goede judoka. En de andere 2 zijn acrogymtoppers. Matthias begon met judo toen hij 6 jaar was. Vroeger had hij veel huisdieren. Konijnen, kippen, schapen en een hond. Vandaag lopen alleen de kippen er nog rond. Het liefst van al eet Matthias een ijsje. Dat mag met chocolade of met speculaassmaak zijn. En dat heeft hij nu zeker verdiend. Proficiat wereldkampioen. Kei leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen, hè?